En Balan blijft nu gaan. Balan blijft nu gaan, maar Bohnen gaat daar op de macht naartoe. Ja, maar Balan moet eens, als ze echt wil wegrijden, moet hij van achteruit komen. Renat. Ja, en dan valt het even stil. En dan was het opnieuw Bohnen, dus die moest reageren. Balan, 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 Balan. Je zag het wenken van Pozzato. Pozzato is de meester van het gebeuren. Hij heeft Balan in zijn zakkos. Zo is het. Ja, maar hij gaat toch nog redelijk naar de kop. Het zal een gewikste bonen moeten wezen. Ja, het zal vooral een sterke bonen moeten wezen. Hier in dit geval met drie, altijd ruimte, altijd plaats. In principe geen enkel probleem. Achtervolgende groep op meer dan 1 minuut, dus geen enkel probleem. Het is gewoon een kwestie van de sterkste zijn. De sterkste zal hier winnen. Niet de snelste misschien. En vooral goed timen. Ja. Bohnen zit goed, hè. Daar moeten we van uitgaan. Hij is de snelste. Vooral goed timen. Dat heeft hij, denk ik, toch wel onthouden na de omloop het Niesblad. Ginds langs de voet. En daar staat Oudenaarde. Wat een spankracht. Wat een finale. Er moet nog een demarrage komen van Balan. Wat een slijtageslag. Er moet nog iets komen. Als Balan demareert en Bohnen reageert, ja, dan zit Pozzato in een zetel. Iets achterop. Ja. Daar gaat hij. Daar gaat hij. En hij gaat weer reageren. En dat is waar Pozzato op rekende. Dat was wat voorspelbaar was. En nu? Ja, nu gaat Pozzato niet meer komen, hè, normaal. En nu? Pozzato is erin geslaagd om met de hulp van Balan Bohnen tot 3 keer toe af te matten. Ja, maar hij moet zelf ook mee. Hè. Hij heeft zelf inspanningen moeten leveren. Bohnen heeft altijd voor gezorgd dat Balan nooit echt 10 meter is weggereden. Onmiddellijk reagerend op het wiel. En dat is ook de tactiek die hij heeft moeten toepassen. Maar hij heeft wellicht het mentale overwicht van de betere man geweest te zijn op de bergjes. Dat klopt. Dat is ook de reden waarom hij geen enkele klein beetje een versnelling gedaan heeft op het einde van de Paterberg. Nog eens kijken, waar ligt die versnelling? Ligt die goed? De snelheid er nu haast helemaal uit. Die lange, kaarsrechte lijn. Ja, Pozzato op een snelle fiets. Hè? 500 meter. Op een Cipollini. Nog 500 meter. Balan, laverend. 3 cartouches verschoten. De Bohnen, daar ligt jouw kans op een derde ronde van Vlaanderen. En dan kom je op de eeuwige ranking bij de grote meneren. Het gaat lichtjes bergop op het einde. Heel lichtjes, is niet veel. Dan ben je nu al mannetje voor de eeuwigheid. Dat is goed voor Bohnen. Dat is heel goed voor Bohnen. En hij zet van ver aan. Hij zet verdomd van ver aan. Dan moet je verdorie lef hebben. En dan gaat Pozzato nog eens schakelen. Maar hij gaat er van weg. Hij gaat er van weg. En gaat Pozzato nog remonteren. Gaat Pozzato... Nee, het is Bohnen! Het is Bohnen die de ronde van Vlaanderen wint. En dat voor de derde keer. Tom Bohnen wint voor de derde keer de ronde van Vlaanderen. Het is binnen. En de E3 Haarlembeke en Gent-Wevelgem. En de ronde van Vlaanderen. Hij heeft ze afgedroogd, de Italianen. Hij heeft ze afgedroogd, afgestroopt. Man, 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 man. Ja, het is binnen. Prachtige winnaar voor de eerste maal. En dan Terpstra. Ja, die gaat proberen. Breschel. Ah, daar is Paolini nog weg. Paolini gaat naar een vierde plaats. En Van Avermaat gaat ook nog proberen die vierde plaats te pakken, hoor. En wie haalt het? Van Avermaat. Ik denk Van Avermaat, die is voor Sagan vijfde. Ja. Dat is nog een Belg extra in de top 5. Maar Bohnen wint de ronde van Vlaanderen. Nummer 3. Het was afzien, hè. Het was afzien. Michel, het was afzien. Proficiat. Maar hij heeft ze gestroopt, de Loriassen, die hem in de val wilde lokken. En of hij er blij mee is. Maar hij zet zich, hier is Van Summeren, hij zet zich naast Buyssen, Magny, Le Mans en Museum. En hij heeft nog niet gedaan, hè? Nee, hij heeft nog even tijd. Vooral deze bonen die we nu gezien hebben de laatste weken, heeft inderdaad nog niet gedaan. Hij heeft nog niet gedaan. Tommeke man, dit kan nog van alles. Ja, je ziet wel, hè. Nooit opgeven, nooit plooien, blijven doorgaan.